De Nijmeegse wethouder Bert Frings legt per 1 maart zijn taken neer. De afgelopen maanden was hij al afwezig vanwege ziekte. Hij neemt het besluit omdat zijn herstel langzamer verloopt dan verwacht. Frings is als projectwethouder verantwoordelijk voor de herziening van het WMO-stelsel en zou eigenlijk tot 1 november 2020 aanblijven. Ja, ik ben al een paar maanden aan het worstelen met mijn gezondheid. En ik had de hoop dat ik in januari weer terug aan de slag zou kunnen gaan als wethouder. Maar het herstel gaat langzamer dan gedacht. Bij een wethouder staat het zijn altijd aan of uit. Er zit niks tussenin. Hè. Bij andere banen kun je zeggen, oké, ik ga op therapeutische basis al wat klussen doen. En de dokter vond ook dat ik dat wel mocht. Maar toen mijn vrouw uitlegde wat voor baan ik had, toen was het antwoord, ik verbied het je, want dat is veel te stressvol. Daar begin je niet aan, dat mag niet. Ja, en dan moet je nadenken, wil ik nog een hele periode niet aanwezig zijn? Of doe ik Nijmegen daar dan een plezier mee of niet? Dus ik heb besloten dat ik per 1 maart mijn taken neerleg. Dan kan de stad verder, kan ik ook verder. Op dit moment wordt mijn portefeuille al waargenomen door mijn collega Grete Visser. En die waarneming gaat dadelijk formeel over naar Grete. Dat was sowieso al het plan. Want eigenlijk zou ik, ben maar projectwethouder, ik zou tot 1 november een klus doen in de stelselherziening. En dan zou zij mijn volledige portefeuille overnemen. Dat gebeurt nu 7 maanden eerder. Ja, hoe ga ik mijn tijd invullen? Minder intensief. Misschien met een hond. Ik heet tegenwoordig opa Bakt. Dus een dag kleinkinderen kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. En voor de rest kijk ik wel wat op mijn pad komt. Want als een deur dicht gaat, gaan er vast wel weer andere deuren open.